in de Meidietswolk. En zwolkje wij in 6 aanleverings door de Friese Meidiet-natuur. En dat doen we net alleenig, maar met beheerders en orenmeesken die het hadden thuis vielen in die natuur. Welkom bij de 6e en laatste aanlevering van de Meidiet-zwolken. Daarbij zwolken wij over het eerstelijk waard tussen Schiermonzeeg en Ameloon, bij het Rif en de Kalkman. Maar we zullen net alleenig boetendiks. Ik ben diks is nog wel het ene te beleven. Want voordat wij de Waardzee opvaren, zullen we even in de haven van Lauwerseeg naar deze Lietse Briertkolonie Kom op Pjelm. Net het enige plak, bijzondere plak, waar vogels zitten. Bijkelijks verderop, daar zit een brierponton. Er zit een soort steenzen op. En deze steenzen binnen op dit plak krijgt als bij de kobben goed beschermen tegen een soort roofbisten. Genoeg te beleven om vogelleven hier in deze haven, maar voor zelfs in de boeten op de Waardzee ik nog van alles te zien. Arjen, we liggen hier nou voor anker, een mooi centje erbij. Waar ben je hier eens? We lezen west van Schiermonzeeg, nabij de Kuipersplaat. Kuipersplaat is een plak met vaak zeehonden lezen. Komt ook correct een beetje het water erbij. De plaat komt correct uit het water erbij en ook in de zeehonden die hier dan al lezen. En nou is dit het eerstelijk waard, je hebt ook het westelijk waard, maar om beide liggen Vlieland en Schiel en ik Texel. Dit nou een groot verschil tussen het westelijk en het eerstelijk waard? Ja, het waardgebied hier is, daar zie je meer droefvallende platen. Het westelijke water is is meer wetter en minder platen. En hier is het maleeg wetter overwegend zonplaat. Nou is het van de Wadden Judith. Gewoon meestal weten mogelijk net wat dat is. Wat houd je in werk zo ongeveer in? Ja, ze nemen dus wel eens de varende boswachters van wat. Dat dekt de lading net helemaal. Wij zijn de eigen en de eren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de Waddenzee. Maar ondertussen helpen wij ook, assisteren wij ook met onderzoek. Voeren we zelf onderzoek uit. Wij monitoren de zeehondenstand. Vogeltelling doen wij. Dus het is een hele divers werk wat wij doen. Wat je moet doen is allereerst een hoogwatertelling doen, 1 keer per week. Verder moet je dus alles in de gaten houden. Hoeveel watlopers komen er op een dag? Hoeveel bootjes komen er? Waar zijn de bootjes? Wanneer komen ze? Zijn ze in overtreding of niet? En zodra ze in overtreding zijn, dan moet je er achteraan. En verder is het een kwestie van tellen van vogels die hier niet standaard voorkomen. Daar hebben we ook aparte lijsten voor. En wat vooral van belang is, dat is eigenlijk ook een beetje de opdracht van Staatsbosbeheer, die de eigenaar is van dit huisje, dat je gastheer bent. Je kan dan een aantal voorkeursweken opgeven wanneer je het fijn vindt om hier te zijn. En ja, in je hoofd ben je altijd wel bezig met de zee en de wind en ja, het wat, dat blijft ook altijd daarna vooral een hele lange tijd nog sudderen. Hoe lekker het hier is en hoe je kan genieten van het Weidse uitzicht. Dit unieke waddengebied, zo belangrijk voor de trekvogels, dat staat toch wel onder druk. En als je dus een bijdrage zou kunnen leveren om mensen te laten weten van jongens, wees er voorzichtig mee.
dan voel ik dat nog steeds. Dus die passie om dat uit te dragen en om er iets aan mee te kunnen helpen, die is er. Nou ja, ik ben 65. Dus daar hebben we het wel eens over van, ja, hoe lang blijven we dit doen? Ja, zolang wij gezond zijn en al onze ledematen, want dat is ook belangrijk. Je moet natuurlijk wel even van het huisje af kunnen en door de prielen en de geulen en de slenken lopen. Dat moet allemaal goed gaan en dat hopen we nog gewoon zolang het kan. Goed te blijven doen natuurlijk. En dat moet je ieder jaar maar weer bekijken. Ophellen, inhalen, is dat een beetje normaal? Wat is het iets van het hier? Ja, qua garnaal, ik ben net een hele grote garnaal. Daar hebben wij ook al wat, wat meer van zijn hak in. Maar qua soorten, qua visk en aantal is dat vrij standaard. Wij visken iedere maand visken wij 6 trekken al in dit gebied. Dus we hebben een redelijk goed beeld wat er per maand eigenlijk zit en om wat voor soorten dat het eigenlijk voorbij komen is. Nou, roek maar eens even. Komkommer. Spiering. Skar. Ja. Dus daar roer Hennekjes met de vinger, die ben heel ruw. Die kant op? Jo. Toch hier is te roepen dat het water hier nogal dynamisch is. Is daar een voorbeeld van? Ja, in die Boetenbroen is het water heel dynamisch. Een voorbeeldje. Dit werd wij nu herinneren. Dit is het overblijfsel van een geul. Hier rond Twaalien. Ongeveer 150 tot 200 meter noordelijk van ons konden we leeg water maar met skip erin varen. En nu is het, nou ja, het is net niet eens een geul meer. Ongelooflijk. Zeg maar. Dus in twee tijd is het en een geul enorm verschoot en niet kan opdroegen. Dus eerst geschikt voor een skip en nu voor een badhoorn. Ja, lekker om in te zwemmen. En daar is een peer. Ja, want daar heb ik wat kokkels lezen kennen hier. Ja, ik kan heel even zien. Hebben we kokkels hier? Wij meesten vinden het lekker, maar hoe zit het met name vogels? Ja, met name strommelieb. Iet kokkels. Deze ben wat de grut voor de strommelieb. En eidereend is een kokkeliter. En een strommelieb die pikt zierpen. Een eidereend die pakt ze eigenlijk op. En die doet eigenlijk met je magen. Maalt er een stik. Dus een spiermaag had die. Die kijk eens uitpakken? Ja, in principe kun je ze pakken. Heb ik nog wel een stront te pakken, kan ik het zo opfretten? Nee, nou was het het goede deel. Nou. Leef je een kokkel? Puutje zorg. Nice smaak is met name voor kokkels heel lekker. Ik vind kokkels eigenlijk het lekkerste schelpdier wat er is. Ik vind het lekkerder als mossels of oesters. Ik vind hem heerlijk. Ja. Ja. Super lekker. Oh. Even naar de kokkeltje even zien. Ik weet niet hoe lang het er werk had. Misschien een ring te graven? Ja, hij bewoog. Oh ja. Ja, ik heb het gevoel dat er nou ook ingen in mijn maag om te bewegen is. Heb je nog leefje, denk je? Ik denk het wel. Denk ik wel, ja. Arjen, als ik je naar rug zie, dan zeg ik ijs, mooi, ritmisch, tuts en zuiver. Heel tijd een gruttere stikjes dun ontsteen, maar wat green. Hoe ontsteert zo'n ijs? Ja, het begint de eerste stomen. En als je het ziet in die Alinwi, dus na elke winter, wordt het helemaal een vlakke pannenkoek. En wie helemaal niks grien.
En de tochten, iedere jaar tochten we van, nou, het werd helemaal niks met de vogels, want het is veel te leeg. En dan in maart, april, en dan hoopt op een beetje op noordoostenwind. En dan, dan begint het te stowen en dan begint alles omheen te komen. En dan in één keer, dan komt dit green erop. Dit is bistarwegras, werd het maar zitten zien. En dat is een beetje de pionierschoor die alles bij een beetje bij elkaar houdt. Maar dit is eigenlijk hoe een waardeiland ontsteert, toch? Ja, nou, dit is een eiland in wording. En dat wie het voor de Meitietse Zwalker, deze Meitiet. Bedankt voor het zien en op naar de zinner.